Voor Mentor, die is nu helemaal af zoals ik hem graag had gewild. Dit had ik ook een keer eerder laten zien dat alle randen in zwart gerapt zijn uiteindelijk. Nou, nu hebben we nog wat delen toegevoegd, zoals de sideskirts. Voorop een frontlip en achterop een spoiler en een knappe diffuser. Volledig zwart, raam hebben we al een keer getint, raam vooruit, zijruiten. Alles zwart gemaakt, dus ook dit bijvoorbeeld was grijs, dus nu ook zwart. Gewoon een topauto. En hij komt online en dan is hij gewoon te koop. Ik heb lang offline geweten te houden, maar nu ja, gaat het gewoon gebeuren. Dus, fijne auto, hele fijne auto. Plug-in hybride, 204 pk. Ja. Een mooie opvolger van de A3 en ik ben daar minstens eigenlijk nog wel blijer mee dan met de A3. En je hebt gewoon voor, natuurlijk is het niet goedkoop, maar voor relatief weinig geld heb je gewoon een hele fijne auto. Ja toch! Muziek uit even ook. Zachter dan. Deze man zit tegenwoordig ook voor de muziek hoor. Hij is zo stil en rustig, die man. Even ietsje stiller. Mag deze. Nee, nog niet omlaag. Oké. Okay. Wat wil je hem omlaag hebben? Ja, bedoel. Zo, die kon van ver. Ik hield wel mijn hand ervoor. Laat je hem even weg. Als je... Nee, ik deed die kant op. Godverdamme. Ja. Oké, okay. We staan hier langs en naast een prachtige Range Rover. En die heeft heel groot onderhoud gehad. En is bijna klaar. Kun jij mij even vertellen wat je hebt gedaan? Ik weet het bijna allemaal. Grote onderhoudsbeurt. Ja. Distributieriem voorzijde. Distributieriem brandstofpomp. Twee achterbanden. Remleidingen, remslangen rondom. Vanwege fabrieksopgave iedere 6 jaar of 100. Ik denk dat het enige merk is dat dat doet, of niet? Ik heb het nog nooit gezien, maar gisteren zag ik het voor het eerst, eergisteren. Je ziet het, hè? We houden echt de onderhoudslijsten helemaal aan. Je hebt ze gecontroleerd, de remslangen, die waren goed, denk ik. Ja. Maar toch hebben ze vervangen. En op een klein randje na, misschien achter op de remleidingen, op de metalen stuk, een klein beetje oppervlakkige oxidatie. Kijk. Maar het is gewoon preventief. Het is gewoon off-road en dat soort dingen. Ja. Dus grote beurt, twee achterbanden, remleidingen, remslangen rondom, distributieriem, brandstofpomp. Hoor je dat? Ja, bij de lampensonde. Lampensonde? Lampensonde, dat was die sensor waar die van. Lekker man. Jazeker. We hebben hoop te doen met lampensondes. Nu ga ik er even Tijn gelijk zeggen. Tinus, heb jij die remslang van die RS60 ook bijgezet? Links voor remslang. Staat niet op die orde. Bijna vergaas gegaan hier zo. Slaat hem. Hij is toch weg volgende week. Nee, kijk eens dan, mag het? Hij staat er wel op. Oké. Oh ja, een accu achter. Oh, dat kleine... Reserve accu. Backup accu. Inderdaad, ja. Voor comfortopties. Duur accu'tje ook trouwens. Wat 280 euro aan mijn hoofd. Ja. Ex-BTW. Of zoiets. Zoiets was het. Duur ook. En remschijven zijn nog goed. Nou. Ja, maar die zijn dik zat. Oké. Volgende beurt, bij de winterbeurt. Wanneer is dit nou? Ze kenden net nog eventjes mee voor de boodschappen naar de Albert Heijn en zo. Nee. Inderdaad, als nu de blokken op zijn, dan doen we de schijven mee. Dat vind ik wel een goeie. Ik bedoel, we verkopen graag, maar we denken ook mee met onze klanten. Daar liggen de voorbanden. Oké. Okay. Nou, de GLE die hing hier zo in de lucht, die is weg.
Had meerdere redenen. Die auto was van een meneer. Die had hem gekocht met schade en een heel project. Nou, toen bleek, toen hij hem al had, dat de motor kapot was. Dan moest hij de motor reviseren. Heel veel kosten. Het duurde lang. Dus die auto heeft anderhalf jaar lang een beetje in de regen gestaan. Nou, toen kwam hij hier. Ik zei, nou, dit is de lijst. Weer een hele lijst met kosten. En toen was hij er klaar mee. En toen heeft hij hem aan een vriend of een kennis of een weet ik wat hij heeft gedaan. Heeft hij hem verkocht. Begrijp ik. Even goede vrienden ook. Maakt me echt geen onwaard. Dus we gaan hem toch niet repareren. Dus deze ruimte is gelukkig weer. Want hij heeft er wel te lang gehangen, vond ik. Brug onbruikbaar. Dat vind ik wel irritant. Kost gewoon geld, hè. Maar maakt niet uit. Dat is, hoort erbij. Maar, dus we gaan die opdracht niet afmaken. Dus die auto is alweer weg. De spullen zijn weg. Dus we kunnen weer lekker door. Dan hebben we hier. Een Enfumfer. We hebben hier voor ons liggen de originele middensectie van de uitlaat. Want op deze auto zit al een Akrapovic einddemper gemonteerd. Maar de eigenaar van de auto vond dit nog niet genoeg. En ik begrijp dat. Waarom? Deze twee boosdoeners. Deze twee boosdoeners, die zitten in de weg. Het OPF-filter, partikelfilter. Twee stuks. Die hebben we gedemonteerd van de auto. En die gaan we dus vervangen door deze twee en deze middensectie. En die gaan ervoor zorgen dat, open pijp eigenlijk, open verbinding. En die gaan er ervoor zorgen dat er wel weer geluid door de auto heen komt. Of door de auto heen, door de uitlaat heen. Zo. Dus die gaan ervoor zorgen dat er weer geluid uit de auto komt. Dit gaan we dus monteren. Maar dan komt het volgende probleem. Je kan twee dingen doen. Niks doen, dan krijg je storingen. Dat willen we niet. We kunnen zelfs drie dingen doen. We kunnen de ECU gaan schrijven. Dat kan, maar dan weet je zeker dat je garantie voorbij is. En, nou ja. Oh mijn god, je gaat me toch niet vertellen. Zo. Ging dit net goed? Ik hoop het. We kunnen de ECU tunen. Maar goed, dat gaat de kosten van je garantie. We moeten hem opsturen naar het buitenland. Allemaal gedoe. Maar we hebben ook de optie om er OPF-modules op te plaatsen. Die ervoor zorgen dat de OPF-sensoren eigenlijk constant zeggen van joh, de waarde van de aswaarde van de filters, dus hoe vol ze zitten, die blijft gelijk. Die loopt niet meer op. En die modules komen er straks tussen. Dus direct op de sensoren van de uitlaat, maar ook een CAN-bus-module, zodat je dus in de auto, in het systeem die dat allemaal doorgeeft, die praten met elkaar en die zeggen dan, het is goed zo, je hoeft niet te regenereren. Dat hebben we net wel gedaan. Waarom? Om ervoor te zorgen dus dat die auto heeft onthouden dat de aswaarde dermate laag is, dat die helemaal goed is. Nou, we hebben dat ding van anderhalf uur staan roken. 900 graden werd de uitlaat eventjes gemeten. 900 graden uitlaatgastemperatuur. Dat is allemaal uitgevoerd. Auto gaf aan 1% dat hij 1% vol zat, zeg maar. Dus hij was echt schoon. Nou, dat is fantastisch. Dat is de beste waarde die je kunt hebben. En vanaf nu onthoudt hij. Hij is 1%. En daar doen we niks meer aan. We gaan de sensoren uiteraard wel weer terug monteren. Dus hier hebben we de lambda zonde. Die meet voor mij direct ook gelijk. Praat hij met het OPF-verhaal. En hier hebben we de nacontrole van de OPF. Zoals die hier en hier dus ook zit. Ik weet even niet welke dit is. Kan ik wel zo zien. Dit is deze. Komt aardig overeen, vind je? Ietsje anders. Is het dan? Nee, dat klopt wel. Dus nou, je ziet het. Sensoren zitten nagenoeg op dezelfde plek. Dus ja, dan hebben we dadelijk een open pijp. En een dikke knalpijp. Dus die gaan we monteren. Tunen gaan we niet doen. Is niet nodig. ECU blijft origineel. Garantie. De computer zegt niks, dus die zal dan ook origineel blijven. Heb je een monteur of een vervelende servicemonteur die je dan zegt, foei, dat mag niet. Wat ik overigens niet inschat dat het zo is, maar je hebt ze ertussen zitten. Dan kan je nog gezeik krijgen, maar de fabriek gaat het niet zien. Dus dat is een belangrijke. Dus in principe blijft de garantie intact. Maar goed, deze pijpen dus, deze middensectie. Er komt zelfs een derde klep bij.
Want er wordt zelfs een X-pijp van gemaakt. Ik hoop dat dat een fantastisch resultaat gaat geven. Maar ik weet het niet. Waarschijnlijk wordt het wel heel erg luid nu. Andere kant. Klep open. Ja, maakt die echt geluid. Klep dicht is stil. Want dan gaat het allemaal weer dicht. Dus ik hoop dat meneer daar heel blij mee gaat zijn. En dat verwacht ik ook. Dus sensoren erop. Uitlaat erop. En knallen maar. Dan hebben we hier een knalpijp. 812 GTS. Geeft storing op de landersonde. Dat had de auto al vorig jaar. En ja, toen is meneer er eigenlijk amper mee gaan rijden. Probleem wel een keer gehad, maar toen leek het weg. Novitec erop. Challenge gereden. Plank gas. En op dag 2 in één keer blablabla, ding, storing. Lambda waarde verkeerd. Van alles aan de hand. Nou, challenge doorgereden. 2 dagen goed. 1 dag kut. 2 dagen weer goed. Weet je wel, zoiets was het. Nu auto weer terug. Nou, weer een rally hier in de buurt gereden. Wederom problemen, weg. Weer een keer problemen en weer was het weg. Nou, alles refereren we naar lambda-waardes. Want als we hem uitlezen, geeft hij ook een fout op de lambda-waarde. Terwijl de goede Novitec tektronic erin zit. Dus die zou het allemaal tegen moeten houden. Omdat die auto in zijn originele staat ook al problemen had. Waarvan we dachten, dat is voorbij. Maar goed, dat is een beetje laksigheid. Misschien van, laten we het zo zeggen, alle betrokken partijen. Maar nu hebben we besloten, er moeten 4 nieuwe lambda-sensoren in. Je hebt de voorste en je hebt de achterste controle lambda's. En dan denken we dat het probleem is opgelost. Wat kost? Ja, ik denk 200 euro per stuk. En een uurtje of 6 sleutelen. Want uilen moeten we er helemaal af. Novitec gaat wel terug. Ja, ja. Die zit er nog op. Tering, Harry. Komt die auto hier aan? Jeroen, even proefrondje, getankproefrondje, gelijk stoppolitie. Had hij zijn kentekenwijs niet bij zijn rijbewijs niet. Nou. Maar ja. Het gebeurt. Het overkomt de allerbeste. Rijden in een koets, wie wil dat nou niet? Nou ja, wil je in ieder geval het gevoel hebben dat je rijdt en of wordt vervoerd in een koets, dan hebben wij hier de passende oplossing. In basis is dit een Mercedes V-klasse en dan wel de 300 diesel. Een personenauto, uiteraard. Voorin 2 zetels, maar uiteindelijk gaat het om wat zit er achterin. 4 echte zetels uit de S-klasses en nog veel meer luxe. Veel meer VIP dan dit, dat wordt het niet. Je ziet het, 4 zetels uit de Mercedes S-klasse. Bediening ook gewoon zoals van de Mercedes S-klasse. Massage, stoelverwarming, stoelventilatie. Alle comfort zit in deze auto. Je ziet het ook, sterrenhemel, leeslampverlichting. Ik bedoel, ik klik ze eenvoudig eventjes om en om uit. En ook weer aan uiteraard. Je kan het hier licht maken, je kan het donker maken, je kan het feestelijk maken. Uiteraard met je telefoon koppelen, muziek aanzetten. En rammen maar. Alles kan, maar ja, zet de televisie aan, zet de PlayStation 5 aan en we kunnen lekker een potje FIFA, Gran Turismo, iets anders wat je leuk vindt. Alles in deze auto, zo comfortabel als je het maar kan bedenken. Willen we lekker wat te drinken? Een koelkast. Willen we lekker koffie? Zelfs een espresso koffieapparaat. Alles wat jij kan bedenken zit in deze auto. En wil jij baden in luxe, je ervaren alsof je in een koets wordt vervoerd, dan hebben wij de perfecte auto voor jou. Beschikbaar als V-klasse en in de nieuwe Sprinter, compleet omgebouwd voor meerdere personen. Dan krijg je 6 verzoekstoelen. Iets meer ruimte uiteraard, een Sprinter is gewoon een stuk groter. Maar ja, alle luxe, accessoires enzovoort, alles wat in deze auto zit, kan niet anders en uiteraard andersom. Ben jij geïnteresseerd in een Revolver VIP Shuttle, meld je dan snel bij mij en zorgen wij ervoor dat je zo snel mogelijk kunt ervaren wat deze VIP Shuttle voor jou kan betekenen.
alle ballen weer gedaan. Nou, we hebben hier een dikke Renault RS Alpine F1 model staan. Dit is de... Hoe noem je dat ook weer, die elektrische Formule 1? Formule E. Ja, dat is de Formule E van de week. Auto van mijn zuster, toevallig. Die had een lekker band, maar toch niet. Het ventiel was kapot. Dus ons appie heeft hem even gerepareerd. Hey. Kwartier geleden kwam ze binnen. Hij is nou weer klaar. We gaan even vloeistoffen checken. Ja, die moet hier zo, die is in de slot voorin. Ja, met de sleutel. Ja. Nee, ik moet de sleutel eruit halen, kijk. Denk ik. Ja, kijk. En die moet wel even omlaag. Zie je de slot? Ja, hey, dit is Formule 1 technologie, hè? Hé. Hey. Motorkap moet je eraf tillen, hè, bij raceauto's. Heftig. Hé, hey, dit is echt snelsluiting, hè? Oké, okay, stopwatch. Kut. Toch niet. Of nee, toch niet. Hoe werkt dit nou dan? Zit er misschien toch niet in de hendel. Kut zo, hoe gaat dat ding open dan? Kan je niet open? Nee. Ik heb geen telefoon, zoek jij het eens uit? Ah! Ah, oké, stop. Oké, stop. Oké, we gaan het timen. Moeten we met of zonder slot? Met. Oké, pitstop. Ja, pitstop. Hup, hey, hup, papa. Oh, oh, kut. Hij gaat er niet af. Hoe werkt dit nou dan? Hé? Hoe kun je nou onderhoud doen dan? Zo. Ah, oh, hier zit hij. Smart heeft dit ook. Oh, is hij nog vol ook? Ah, hij zit best wel vol. Als een Smart 4-4. Oké, okay, we hebben een poging gedaan, maar we hadden iets meer voorbereiding moeten hebben. Knutseltuning dit hier zo. Oké. Okay. Hier wordt een technische inspectie gedaan. Ziet er keurig uit. Waar zit de motor? Oh nee, die heeft hij niet. Nee, die heeft hij niet. Oké, weer terug. Maar, hè? Oh, is er ook maar één slot op gang? Nou ja, goed. We hebben weer wat geleerd vandaag. Dus dit was ja, de pitstop van Alpine F1 Moordrecht. Maar waarom... Hoort dit zo? Is dit Alpine kwaliteit, of Renault kwaliteit? Op zich is dit wel logisch. Dat het... Ja, dat klikt van als je erin duwen en dan terugduwen. Oké. Okay. Niks meer aan doen. Tot zover de pitstop, niet gelukt. Dikke wagen ook. Gaat zo'n ding hard eigenlijk? Elektrisch. Zo, 24.000 kilometer. Ze hebben hem toch helemaal niet zo lang. Er worden hier zelfs in deze Formule 1 wagen worden Barbies vermoord, zie je het? Mooi hè. Oh, je ligt de hoofd. Hou hem in de spiegel. Ja, oh ja. Zo ja. Hé, dadelijk. Dadelijk denk ik zo dat dit in mijn binnenspiegel. Hij moet even blijven zitten. Mooi hè. Ja, inderdaad, maar ja. Gek zeg. Inderdaad, de Smart heb gewoon alleen een ander logoetje en voor, wacht. En dat is allemaal hetzelfde toch? Ja, pumpjes en drie lampjes, maar de rest is hetzelfde. Apple CarPlay. Dat is gewoon een mooie wagen. Lekker man. Wop, wop. Drift ook. Maar ik zal gelijk. Kan die eraf? Kom maar wel toch? Dat is ook wel mooi. Je hebt een elektrische auto. Maar dan moet je nog steeds. Turut. Wat is er?
Even kijken hoe dit allemaal werkt. Dikke wagen ook. Ja, het is wel een goede challenge wagen dit. Nou, als we een beetje thema willen. Achteruit de camera ook. Oh. Nou, kom maar best voor zijn plek. Alleen even de banden resetten, hoe doe ik dat? Verrustig nou met je gepiep. Menu. Info. Terug. Ah, joh, rustig nou man. Voertuigconfiguratie. Nou, even rustig. Gepiep ook. Je lijkt wel een vrouw. Hoppa. Ik ga even zetten. Gaat hard ook. Stop politie. Zal die mooi staan zo? Zal ik ook politieagent worden? Politie is je vriend, zeggen ze wel eens. Oh, kijk uit. Nou, picobello. Au revoir. Frans toch?